De politie op Urk had gisteren direct moeten ingrijpen toen een automobilist inreed op een verslaggever van Poonieuws. Ja, dat zegt het genootschap van hoofdredacteuren, een overlegorgaan waar veel reacties van Nederlandse mediabedrijven bij zijn aangesloten. Politieoptreden wordt door hen omschreven als gebrekkig. We praten erover verder met verslaggever Koen Peters. Koen, politie heeft fouten gemaakt. Is dat wat de hoofdredacteuren eigenlijk zeggen? Ja, wat ze eigenlijk zeggen is de politie die stond erbij en die keek ernaar. Ik denk dat veel mensen die beelden inmiddels wel hebben gezien. Hoe het er daar gisteren zondagmiddag of zondagochtend aan toe ging bij de Sionkerk. De kerkgangers die liepen naar binnen, die kwamen aan. En daar werd dus een verslaggever van Poon die werd aangereden. Nou, op het moment dat, daar, dat dat gebeurde, stond daar een agent, die stond daarnaast. Die mengde zich daar ook even in. Maar die, ja, die, die greep niet in, in de zin van dat hij die, die man uh, aanhield. Wat toch op zich een logische gedachte is op het moment dat je dat ziet gebeuren. Wat deed die agent wel? Nou, schreef het kenteken op. En uh, later is dus die man die op die verslaggever inreed, wel aangehouden. Dat is gisteravond gebeurd, heeft de politie vanochtend bekendgemaakt. Maar de kritiek is dus ja, niet alleen van, van de hoofdredacteuren, maar die je toch ook wel op andere plekken ziet opduiken op social media, in de media. Waarom? Kon de politie niet meteen die man aanhouden. en hem meteen meenemen. en, en hebben ze hem eigenlijk gewoon zijn gang laten gaan. en hebben ze hem pas achteraf ingegrepen. Dat is het verwijt wat, uh, wat gemaakt wordt. Dan uh, door naar de burgemeester. die heeft nog niet van zich laten horen. dat verwacht je eigenlijk wel hè. Ja, in principe wel. Kijk, in uh, Krimp aan de IJssel gebeurde iets vergelijkbaars. Daar was het een verslaggever van, uh, van Rijnmond, de omroep daar, die, uh, die werd aangevallen. Uh, daar heeft de burgemeester gisteren wel de pers te woord gestaan en heeft hij ja, uh, zijn, zijn verontwaardiging en afschuw uitgesproken. Ja, burgemeester Kees van den Bosch heeft dat niet gedaan. Er is gisteravond wel een verklaring uitgegaan, gezamenlijk met politie en openbaar ministerie, waarin ze zeggen, ja, dit, dit kan niet wat daar is gebeurd. En je hebt het recht van uh, vrijheid op godsdienst, dus ja, het mag nou eenmaal daar naar de kerk gaan. Maar je hebt natuurlijk ook persvrijheid, dus dit kan niet wat daar gebeurd is. Maar dat is een verklaring ja, op papier of op de website. En het is niet de burgemeester die voor de camera gaat staan en die nou, zijn, uh, zijn vaderlijke gezag, zullen we maar zeggen, laat gelden. Toen ik vanochtend belde met de gemeente, met zijn woordvoerder, en vroeg van, nou, wij willen graag met de burgemeester in gesprek gaan. We willen graag uh, nou, horen hoe hij hierop terugkijkt... wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ja, toen kregen we te horen van... nou, dat wil hij überhaupt niet. Uh, dus hij houdt zich echt op de vlakte. En nou, toen vroeg ik, waarom dan niet? Ja, er kwam niet een heel duidelijk antwoord op die vraag. De woordvoerder die, die sprak um, ja, een soort vermoeden uit. En die, en die zei van, ja, ik, ik denk dat hij heel erg twijfelt... tussen, tussen welke kant hij moet kiezen. Ja, welke oh. kant dat dan is, hè? Waar kan je tussen twijfelen? Nou ja, een beetje tussen... Of, of je uitspreken tegen wat er allemaal gebeurd is en dan misschien je eigen inwoners afvallen. Uh, of juist omgekeerd, uh, dat, dat je voor je inwoners gaat staan, maar dat je, dat je niet een heel duidelijk statement maakt van wat daar is gebeurd. Dat kan echt niet. Twijf... Zou, zou die twijfelen over of het of geweld richting journalisten wel veroordeeld moet worden, ja of nee? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat die. ...daar heel duidelijk over is en dat, dat hij zegt dat dat niet kan. Dat is ook wat in dat persbericht stond. Maar op het moment dat je een interview gaat geven, krijg je natuurlijk ook andere vragen. Krijg je vragen over van hoe kijkt u nu aan tegen wat er daar in die kerk gebeurd is. Het feit dat er zoveel mensen daarbij eens zijn gekomen... ...en dat ze die coronamaatregelen los hebben gelaten. Ja, dat is al een lastiger antwoord om daar, denk ik, als burgemeester van Urk zijnde iets over te zeggen. Want dan zit je wel met die balans dat je enerzijds niet de mensen wilt afvallen... ...die die stap genomen hebben en die besluiten om naar de kerk te gaan... Maar anderzijds toch ook als, als burgemeester, eh, ja, wel boven de partijen staat en misschien toch ook wel wil uitspreken van jongens, dit is onverstandig en dit kan niet. En ik denk dat hij daarmee worstelt. En het is natuurlijk ook nou, een vrij nieuwe burgemeester, eh, buitenstaander, niet afkomstig van Urk. Dus... Ik denk dat hij daar een beetje mee zit, van, van ik moet ook niet mijn krediet bij de Urker bevolking verspelen door, ja, door ze tegen de schenen te schoppen. En, en dat is een lastige balans, denk ik wel, voor hem. En dan houdt hij zich dus maar op de achtergrond en zegt hij van ja, ik ga geen interview geven, ik laat het aan de politie over. Politie die overigens ook nog niet gereageerd heeft op een verzoek tot een interview om uit te leggen... waarom hebben jullie nou gisteren die man niet meteen aan, aangehouden, want ze geven aan... Om escalatie te voorkomen. Nou, dat kan op zich nog wel een, een, een uh, valide reden zijn hoor. Als je als politie de inschatting maakt. Ja, als we nu deze persoon aanhouden, dan ontstaat er een opstootje. Gaan mensen zich ermee bemoeien. Dus dat kunnen we maar beter niet doen. Maar goed, leg dat dan uit, denk ik dan. Geef dat aan dat dat de reden en de motivatie is geweest om het gisteren zo te doen zoals het gegaan is. Maar ik denk dat ze ook bij de politie toch wel lastige vragen verwachten van ja, journalisten, over kan dit nou niet anders? En had ja. dit nou echt niet anders gekund? Ja. Maar goed, dat gaan we ongetwijfeld nog horen. Wij laten natuurlijk niet los wat dat betreft. Dankjewel, Koen Peters.